Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over Common Mode Rejection ratio. Common mode rejection ratio is iets wat optreedt bij opamps En dat is gelijk aan de verhouding van de versterking van differentiaalmodesignalen mode signalen ten opzichte van de Common Mode signalen. Nu we hebben gezien in de vorige les de differentiaal mode die zullen versterkt worden, terwijl het Common Mode signalen, dus twee dezelfde ingang, in, uh, signalen aan de ingang, zullen worden weggefilterd. Nu, ik heb er een simulatie van gemaakt. En hier zien jullie het uh, venster van Multisim, waarin dat ik dus twee dezelfde signaal van 1 kHz 5 volt heb aangesloten en één uh, differentiaalmodus signaal van 1 volt uh, tegen een frequentie van 2 kHz. Nu, als ik dit uh, schema simuleer en ik doe daarin ons uh, oscilloscoopvenster open, dan ziet u hier inderdaad dat de frequenties van 1 kHz voor zijn weggefilterd. En dat wij aan de uitgang alleen nog de versterking hebben van het 2 kHz uh, signaal. Ja. maar zijn onze twee common mode signalen? Zijn die eigenlijk wel volledig weggefilterd? Want wij spreken dan de verhouding ten opzichte van de versterking van de common mode. Daarvoor ga ik die twee common mode signalen eens apart simuleren. Dus nu in dit schema, hier heb ik de bron, dus de... Differentiaal modus signaal, dat heb ik op 0 volt gezet, zodat ik enkel nog de twee common modus signalen overhoud. Nu, als ik dit simuleer. Nu, als we dit scopevenster zien, op het eerste zicht zouden we zeggen van A, ah, maar onze uitgangsspanning is 0 volt. Totdat wij gaan inzoomen op dat signaal. Hm. Dus als we beginnen in te zoomen op dat signaal, zien wij toch dat er aan de uitgang. Wat daar een signaal is van ongeveer een 10, volt, uh, 10 millivolt piek tot piek. Dus ons common mode signaal dat is niet volledig verdwenen, maar is wel ongelooflijk verzwakt. Dat is hetgene wat dat onze common mode rejection ratio gaat weergeven. De common mode rejection ratio geeft dus de verhouding weer tussen ons. Uh, tussen de versterking van ons differentiaalmodesignaal signaal. Uh, en de versterking van ons common mode signaal.